if somebody has an interesting question, it would be really nice. Ben ik nou degene die zo slim is, of ben jij zo dom? Er is maar één moment in je tijd gekomen. Als je er niet bent, ben je of te vroeg of te laat. Yes, heren. Welkom in de trainingskamer. Hallo. Hey. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is zaterdagochtend, dus mensen die dit horen, die horen dit of na dinsdag. Dus EK is al in volle bloei, zeiden we net al. Maar we hebben eigenlijk geen idee als je dit uitzendt hoe Nederland of België het gedaan heeft. Maar dat zien we wel. Sowieso allebei gewonnen. Dat is wat we nu roepen, hè. Maar misschien staan we wel vet voor lul. Omdat Nederland en België die eerste wedstrijd compleet verkloot hebben. Nee, dat zien we wel. Hey, Martin behoeft geen introductie meer bij ons. Maar Lucien, ik wil jou wel introduceren, maar waar moet ik in godsnaam beginnen? Je bent bezig met de PhD, je wordt docent aan een universiteit, je werkt bij Genk, of je hebt gewerkt bij Genk, of dat werk je nu nog net, ja, is net in de overgang. Je doet van alles. Dus wij waren wel een beetje onder de indruk. En we hebben wel heel veel slimme vragen moeten voorbereiden, anders doen we normaal niet. Maar dit keer wel. Ah, spannend, ja, ik ben benieuwd. Ja, ik weet vaak zelf ook niet waar ik moet beginnen, dus dat is okay. Natuurlijk wel de valkuil. Ah, hoe ik bij je kwam was via een contact of een gemeenschappelijk contact in Amerika, Steven. En zei, ja, je moet met die gast praten. Hij doet ook iets met name aan de methodologie kant en hij werkt, hè, zit in de taskforce daar. Dus misschien wil ik eigenlijk daar wel beginnen. Vind ik wel een interessante rol die je vervuld hebt. Kan je daar wat over uitleggen, wat je daar gedaan hebt? Ja, nee, zeker. Ik ben volgens mij even kijken. 2 seizoenen geleden begonnen aan een nieuwe uitdaging in Genk. Dat was toen als trainer bij de onder 14. En dat was een heel leuk seizoen. Maar het bestuur daar, of de directie, was een beetje aan het meedenken, ook vanuit mijn academische achtergrond, en aan het bekijken van hoe ik ook naast het veld eventueel een meerwaarde zou kunnen betekenen. Even tussendoor, als mensen jou... Je bent zogenaamd een Belg, maar als we jouw accent niet kunnen plaatsen... Je hebt, wat was het ook alweer? Argentijnse moeder, Nederlandse vader, Duitse achternaam, Belgische voornaam. Dus dat het niet al heel Belgisch klinkt, dat is ook... Dat is een hele max. Hè? Ik ben opgegroeid in België, maar ik hoop dat je dat niet kan horen aan mijn accent. Het is gewoon Nederlands dit, hoor. Ja, dit is... Ja, het is heel controversieel. Voor de sommigen is het... In Nederland detecteren ze wel vaak een Vlaams accent of misschien een Vlaamse woordkeuze. Misschien is dat het wel, dus dat okay. Ik soms Vlaamse woorden kies, maar met een Nederlandse accent. Maar dan kan de luisteraar gelijk jouw accent plaatsen. Dus al jouw invloeden, die gaan we misschien wel in het verhaal horen. Sorry, ik heb jou ook volledig onderbroken. Ga verder. Nee, geen probleem. Nadat ik dat seizoen heb afgerond als trainer bij de onder 14, ben ik verder nog op het veld actief geweest als veldtrainer bij de 13 en 14, om de trainers daar wat te ondersteunen op het veld. Maar wat mij ook de tijd gaf om naast het veld de technische directie of de sportieve directie wat te ondersteunen in het uitstippelen van de rode draad, of liever de blauwe draad van onze jeugdopleiding. Okay. En we spraken elkaar deze week. Onlangs zijn daarvan de eerste resultaten gepresenteerd. Van de blauwe draad, laat ik het zo maar noemen. Ja. Zonder dat je alle Genk-geheimen hoeft te presenteren. Kan je wat vertellen over die conclusies die je daar hebt getrokken en hoe dat samengevat is nu? Ja, met veel plezier. Nee, ik denk sowieso dat we als club ook wel heel transparant willen zijn en zoveel mogelijk delen. Maar het is natuurlijk wel zo dat we nu nog in het proces zitten. Dus we hebben eerste resultaten gepresenteerd. Er zijn andere die nog intern ook nog moeten worden afgeklopt. Ja. Maar wat sowieso wel leuk is om te vertellen, denk ik, en als we het dan hebben over visie. De jeugdvisie, dat is vaak een heel breed begrip. Wat bedoelen we daar dan mee? Dan vanuit de trainersopleiding. Ik heb nu ook net de UEFA gevolgd. Dan gaat het heel veel over het game-model. Maar bij andere zaken is het dan eerder over... ik denk aan Ajax beginnen ze meteen met kernwaardes bijvoorbeeld. Dus visie is heel breed. En vaak is dat natuurlijk ook het risico dat er heel veel dingen door elkaar heen lopen. Dus wat voor ons vooral heel belangrijk was in eerste instantie, is om een structuur te hebben. Een duidelijk structuur, een kader
waar je uiteindelijk inhoud aan kan geven. Zonder dat structuur heb je geen inhoud. Nee. Zonder een glas kan je geen water in gieten, bij wijze van spreken. Dus dat kader is heel belangrijk. En misschien is het ook wel leuk om daar iets over te vertellen. Ja, tuurlijk. Wat het kader uiteindelijk is geworden. Martin zit alleen maar mee te schrijven. Nee. Ja, sowieso. Ja. Ik ook, hoor. Ik ook. 14 augustus oefenwedstrijd tegen Genk. Dus ja, dan moet ik wel weten hoe ze spelen. Ja, de structuur wordt vastgelegd. Oh, dat is leuk. Jullie oefenen tegen elkaar. Dat is leuk. Of tenminste, je oefent tegen de onder 14. Ja. Leuk. Ja, leuk. En in de voorbereiding in augustus. Leuk. Mag je verder? Ja, nou ja, dat structuur. Dat is misschien ook wel het leuke aan zeg maar de dynamische rol die ik daarin speel. Omdat ik dus aan de ene kant op het veld actief ben. Aan de andere kant meer binnen ondersteun. Maar ook zelf aan het doctoreren ben, waar ik onderzoek doe naar het concept van innovatie. Ja. En het is misschien wel belangrijk dat ik het zeg, omdat dat uiteindelijk de inspiratie heeft gevormd voor de structuur dat ik... Oké, dus zeg maar de PhD die jij aan het doen bent, ja. Is dat iets wat je doet of je volgt, dat weet ik eigenlijk niet. Maar dat is zeg maar de basis voor ook het innovatieonderzoek bij Genk. Dat heb je eigenlijk als het ware samengevoegd. Ja, het is een soort van hybride, om het zo even te noemen. Ja. Dus in mijn onderzoek doe ik filosofisch onderzoek naar het concept innovatie. Wat betekent innovatie? Ja. En een heel leuk onderscheid, of leuk is het fout woord, een heel inzichtelijk onderscheid, is eentje van Hannah Arendt. Dat is een Duits-Joodse filosoof, politiek denker. Een van de grootste politieke denkers, als niet de grootste van de 20e eeuw. En zij maakt een onderscheid. En dat onderscheid vormt zowel de basis van mijn proefschrift of PhD. Ja. Als dus ook de jeugdvisie bij Genk. Mooi. En dat onderscheid is uiteindelijk... het is een onderscheid tussen drie menselijke activiteiten. Ze zegt, je hebt arbeid, je hebt werk en je hebt handelen. Dat zijn de drie menselijke activiteiten. Een arbeid heeft alles te maken met overleven. Ja. Dus alles wat je doet om te overleven. Eten, drinken, slapen. Ja. Het tweede is dus werk. Werk, dan gaat het over een concreet plan. Waar je met bepaalde middelen een doel probeert te bereiken. Ja. En dan het derde. En dat is voor haar het allerbelangrijkste. Hoogste activiteit in de hiërarchie van menselijke activiteit. En dat is het handelen. Dat is het nemen van een initiatief. Waarvan je eigenlijk niet weet wat de gevolgen zullen zijn. Of waar de gevolgen onverwacht zijn. Dus, dat staat ook los van noodzaak, als ik het volgens mij goed begrijp. Ja, dat is precies. Zo benoem je het goed. Aardbeid heeft iets meer met noodzaak te maken. Precies. Ja, terwijl of werk is dan. Zou je eerder kunnen benoemen dat nuttig is, functioneel. En uiteindelijk is handelen los of overstijgt de noden van arbeid en de middelen van werk. En neemt een initiatief waarvan je niet zozeer weet wat de gevolgen zijn. Maar het is juist in het nemen van die initiatief dat jij als mens vrijheid ervaart en ook uniek bent. Omdat jij uiteindelijk de initiatief neemt dat niet gebonden is aan wat andere mensen denken of doen. Duidelijk. En dan is nu natuurlijk de vraag, hoe vertaal je dit enerzijds naar innovatie? Daar zal ik het misschien nu niet over hebben, maar anderzijds naar voetbal of naar jeugdopleiding. Ja. En dus dit zijn gesprekken die ik samen heb gevoerd met heel veel mensen in Genk. Dus niet dat het van mij komt. Uiteindelijk is dat onderscheid meer een soort van inspiratiebron. Ja, ja. Dat samengenomen met heel wat inspirerende gesprekken van de expertise die in Genk rondloopt, zijn we uiteindelijk gekomen tot een drievoudig onderscheidsstructuur dat de basis vormt van de jeugdopleiding. Met arbeid vertaald naar readiness, of zo noemen we dat, readiness. Ja. Dus alles wat te maken heeft met een speler ready te krijgen, klaar te krijgen. Eerst hadden we dat ook lifestyle benoemd, omdat dat natuurlijk een heel belangrijk is. Ik zag Martin dat is, al... Dat maakt het wel iets makkelijker te begrijpen, denk ik. Nou ja, die naam wil ik inderdaad vragen, want dat hetzelfde is als lifestyle. Want als je het dan hebt over eten, drinken, slapen enzovoort, dat wordt bij ons al lifestyle genoemd. Maar dat is dan bij Genk readiness.
Ja, ja, klopt. Ja. We hadden dat eerst ook in alle eerlijkheid als lifestyle benoemd. Alleen dachten we, het is eigenlijk meer dan alleen lifestyle. Want het gaat ook over, over bijvoorbeeld de accommodatie moet top zijn. Oh ja. Alles moet zodanig gericht zijn dat, of ingericht zijn dat spelers klaar zijn om te kunnen presteren. En om weer eerder dan presteren om te kunnen ontwikkelen. Dus het verschil zit hem vooral in. De enerzijdse lifestyle zit er meer in de speler. Dus welk gedrag vertoont de speler en zorgt hij dat hij ready is. Maar die readiness voor jullie is veel breder getrokken. Dus dat geldt voor de club, voor de trainers, eigenlijk voor iedereen geldt dat. Ja, ja, ja. Ja, klopt, precies. En dat is goed dat je dat zegt, Martin. Want uiteindelijk is dit onderscheid sowieso, of dit structuur is sowieso waar wat we niet per se van spelers verwachten, maar wat wij aan spelers aanbieden. Nou, mooi. Dit is zeg maar dit verhaal. We zitten nu nog in de basis, maar dat geldt ook voor de mensen op de administratie of dat geldt ook voor de materiaalman. Iedereen heeft daarin die piramide van handelen, zeg maar. En dus die blauwe draad komt overal in terug, zeg maar. Ja, 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 precies, precies. Dus, nee, inderdaad. En moeten we daar misschien ook wel eerlijk aan toevoegen dat bij ons die readiness, dat nog vrijwel onderschat is. En ik denk ook in heel veel clubs. Ik denk dat Nederland daar wel iets verder in is. Maar wij vragen heel veel van spelers. En Genk die heeft enorm veel expertise die ze kunnen aanbieden aan spelers. Maar het gevaar is soms dat als spelers niet klaar voor zijn om die expertise te kunnen opnemen. Dat is dan, dan riskeer je dat spelers ook in een soort van burn-out komen. Dus dat is wel belangrijk dat die readiness goed is. Daarom wordt dat ook gezien als de basisvoorwaarde voor uiteindelijk het tweede. Namelijk dus werk, wat Arend werk noemt, dat vertalen wij naar de methodiek, dus de method. Okay. En dat waarmee we eigenlijk bedoelen, we stellen een concreet plan op, een functioneel plan om spelers beter te maken op alle vlakken van het spel. Dat is misschien ook al wat zijn alle vlakken van het spel, dat is ook wel belangrijk om dat te gaan benoemen. Wij kijken dan vooral naar de technische dominantie van een speler. Ja. Het cognitief vermogen, het atletisch vermogen, blauw bloed noemen we dat dan. Dat is meer met de waardes van de speler, de discipline, de trots die de speler draagt. En uiteindelijk ook de persoonlijkheid, wat wij dan ook als action noemen bij de speler zelf. En dus die method, dus dat tweede gedeelte van die piramide, heeft alles te maken met het beter maken van de speler in die aspecten. En beter maken, dat betekent niet alleen maar aan de werkpunten werken, maar dus ook aan de sterktes, om die te gaan perfectioneren. Ja, dus daarin zit echt al het opleidingstraject. Oké, wat heb je nodig, even los van de voorwaarden, maar wat heb jij nodig en op welke vlakken moet jij jezelf verbeteren? Of kan jij uiteindelijk jezelf onderscheiden om profvoetballer te worden of om een goede voetballer te worden? Ja, ja, nee, precies. Want het is ook zo dat toen ik aankwam bij Genk, ik viel van mijn stoel af van hoeveel expertise daar rondloopt. Mooi. Ik ben ook een paar weken met Ajax naar Amerika geweest en ik heb ook met andere clubs gewerkt. Maar wat daar in Genk rondloopt, dat vond ik persoonlijk ongezien. Dus dat is, er zit heel veel expertise in en daarom is dat juist belangrijk om... Dat was eigenlijk ergens ook de aanleiding om te gaan werken aan deze jeugdvisie, wat we uiteindelijk ook de blueprint hebben genoemd. Ik had net over de blauwe draad, maar we benoemen de jeugdvisie in haar totaliteit de blueprint. Dan is de vraag van hoe kunnen we het meeste uit die expertise halen? En dus enerzijds is het die basisvoorwaarde die heel belangrijk is, die readiness, die moeten we erin pompen. En anderzijds, want het gevaar natuurlijk met veel expertise is dat je dan heel veel dingen gaat opleggen. Genk is veel eisend, trainers zijn veel eisend. We vragen veel van de spelers. En het gevaar daarin is dat je dan misschien te weinig ruimte biedt aan spelers zelf om initiatief te nemen. Terwijl, nota bene, dat wel een van de belangrijkste zaken zijn. In onze opleiding ook spelers of trainers die eisen initiatief van spelers, persoonlijkheid, karakter, dat maakt uiteindelijk het verschil. Maar, heel herkenbaar verhaal, denk ik ook voor Nederlandse coaches. Zeker op topniveau zijn ze natuurlijk allemaal topcoaches die allemaal overal superveel kennis voor hebben en de neiging hebben om te gaan overstructureren of
te veel voor te leggen of te veel te gaan coachen. Iets wat heel vaak aan bod komt eigenlijk. Ook in onze gesprekken. En het is echt wel een fijne lijn waar we nu met z'n allen zeg maar op aan het bewegen zijn. Ja, nee, precies. En daarom juist is het heel belangrijk om die structuur op poten te hebben. Waar dat je duidelijk kan aangeven van kijk, we hebben de basisvoorwaarden, dat is die readiness. Dan pas komt de methodiek. Dus we kunnen niet spelers verwachten van spelers dat ze gaan presteren of ontwikkelen op de manier die wij voor ogen hebben als die readiness niet goed is. Dus dan moeten we zelf naar onszelf kijken daarin. En uiteindelijk is ook de methodiek is niet een doel op zich, maar een middel. Net zoals bij Arend werk een middel was om een doel te bereiken. Een middel om tot handelen te komen. Dus het nemen van initiatief. Het doen van iets waar je, of waarvan de trainer het eigenlijk niet verwacht. Dus soms dan heb je, weet je, als je gaat kijken naar de grote spelers, en Genk is natuurlijk bekend om de wereldspelers die zij de voetbalwereld insturen. Nou, als je kijkt naar die spelers, zij doen vaak dingen die je niet verwacht. Überhaupt, je kunt zich ontworstelen van zeg maar de matter. Daarin creëren, doen zij dingen die je. Wat we net daarin noemden, het initiatief nemen, het is echt overstijgend. En eigenlijk innovatie is dat op het veld of door een speler. Ja, precies. En dat zou je dus ook weer kunnen vertalen naar de club. Want je zei net al over de materiaalman of de trainers. Ja, voor iedereen geldt dat. We verwachten met deze structuur dat ook trainers meer initiatief nemen, persoonlijkheid tonen. Want dat is uiteindelijk hetgeen waar dat je verschil in maakt. Hetgeen waar dat je uniek in bent. Martin, gewoon erin rammen, hè? Want je wil echt graag iets vragen volgens mij. Nee, ga door. Ja, onderbreek me vooral. Vaak is het zo, als ik begonnen ben met spreken, dan hou ik niet op. Dus doe vooral tegen. Wat ik vooral benieuwd naar ben, kijk, ik heb natuurlijk nu een bepaalde methode, of in ieder geval de blueprint ontwikkeld. In hoeverre hou je daar rekening mee op het moment dat je spelers gaat scouten en aan gaat nemen? Is dat iets wat je dan aan de voorkant erbij legt en ja, een beetje gaat kijken, past die speler daarin? En als die daar niet in past, neem je hem dan niet aan? Of hoe doe je dat dan? Ja, dus dat is ook een heel goed punt. We hadden zelf ook een werkgroep over scouting, waar we die vragen stelden. Wat heel belangrijk is natuurlijk bij scouting, is dat we moeten kijken, wat willen we eigenlijk van een Genk-speler? Wat verwachten we? Niet zozeer als die hier binnenloopt, maar ja, wat de potentie is van die speler uiteindelijk en wat het Genk-speler uiteindelijk moet worden. En dat is wat ik net zei, dus die technische dominantie is daar heel belangrijk. Dat noemen we ook al ball mastery. En dan hebben we het cognitief vermogen, dat noemen we dan brain mastery. En dan het atletisch vermogen, dat noemen we body mastery. Het blauw bloed, zei ik net, dat vertalen we dan naar self-mastery. En dan uiteindelijk dus die persoonlijkheid, action. Dan is de vraag, moet een speler, als die de jeugdopleiding binnenkomt, al die aspecten hebben? Nee, dus dat kunnen we niet van de speler verwachten. Maar wat we wel vooral graag willen, is dat een speler een bepaalde unieke kwaliteit heeft. Dus als hij bijvoorbeeld in 1 of 2 van die aspecten excelleert, Is dat voldoende voor ons om hem een kans of hem of haar een kans te geven? En ook omdat dat natuurlijk, als we het hebben over action en over het nemen van initiatief, over creativiteit of innovatie. Ja, wat is dat precies? Dat is volgens mij het excelleren in die unieke kwaliteiten. Dat is aan de trainer. Er zijn voor jullie zeg maar niet van die 5 dingen dat er 2 nog belangrijker zijn dan die andere 3 bijvoorbeeld. Ik heb bijvoorbeeld een interview van je gelezen waarin je cognitie maar gedeeltelijk te trainen is. Dus ik kan me voorstellen dat een speler die je aanneemt, die kan technisch nog zo goed zijn en die kan nog zo goed zijn in die self-mastery, maar als die cognitief heel verder buiten valt, ja, ga je hem dan nog aannemen? Ja, dat is een heel goede vraag. Ik denk sowieso dat het belangrijk is om te onderstrepen dat het een holistisch model is. Dus het is niet dat we die dingen afzonderlijk van elkaar moeten zien. Maar dat we ze gekoppeld aan elkaar moeten zien en ze versterken elkaar. En ik moest hier gisteren eigenlijk, zat ik in de sportschool, want die zijn eindelijk open hier. en ik moest denken,
ik moest denken aan dit holistisch model van, oké, wat maakt het nu precies holistisch? En met de vraag die je nu stelt, moet ik daar weer aan denken. Want ja, holistisch, iedereen heeft het over holistisch, moet het holistisch aanpakken. Maar wat is dat nu precies, holistisch? Ja, oké, ze versterken elkaar. Maar wat is het uiteindelijk de bindingsmiddel hierin? En nu spreek ik vooral van mezelf, omdat het pas gisteren in me opkwam. Maar volgens mij is cognitie uiteindelijk wel de bindingsmiddel van dit holistisch model. En waarom zeg ik dat? Omdat cognitie of brein is uiteindelijk hetgeen waarvan alles start. Dus als we het hebben over willen techniek verbeteren. Ja, techniek is eigenlijk een cognitieve vaardigheid. Atletisch vermogen is ook een cognitieve vaardigheid. En zelfs persoonlijkheid is, zou je kunnen zeggen, niet een cognitieve vaardigheid misschien, maar wel een als jij op het voetbal het spel beheerst, cognitief beheerst, dan heb je uiteindelijk ook meer ruimte om je persoonlijkheid te tonen of om beslissingen te maken. En in die beslissing, ja, dat is een weerspiegeling van je persoonlijkheid. Dus in die zin denk ik persoonlijk dat cognitie de bindingsmiddel is van al deze aspecten. En dan is dat inderdaad superbelangrijk als we gaan kijken naar spelers. En ik weet dat jullie bij PSV met Brain First werken. Klopt dat, Martin? Ja. Ja, want tenminste, volgens mij heet dat programma zo. We doen in ieder geval IntelliGym bijvoorbeeld. Dus een cognitief spelletje voor onze spelers waarin we dat kunnen testen. Ja, ja, nee, inderdaad. Want dat is op zich interessant om dan te zien wat dat die, van, zeg maar, hoe ik het heb begrepen van Brain First, dat ze de cognitie kunnen gaan voorspellen vanaf de leeftijd van ongeveer 14, 15. En dat als je onder een bepaalde score, als je resultaat onder een bepaalde score is, ja, dan is de kans dat je profvoetballer wordt ontzettend klein. Dus dat geeft dan ook heel veel inzicht. Maar toch is daar ook wel, moet je natuurlijk kritisch gaan bekijken, want dit is, ja, dan ben je met computerspeltjes bezig. En dan is de vraag, ja, is cognitie met die computerspeltjes, is dat vertaalbaar naar de context van het voetbal? Is cognitie in de context van het voetbal misschien net niet iets anders? En dat zijn ook discussies die we in Genk ook heel veel... Wat is jouw gedachte daarover? Want daar vind je denk ik iets van? Ik denk sowieso, als we het hebben over meten en voorspellen, ik denk dat dat altijd heel goed is, goede informatie is. Maar het mag niet doorslaggevend zijn. Dus data moet ondersteunen, maar niet je kan niet gaan veroordelen op basis van die data. Dus het is... Wat vind je dan bijvoorbeeld van, stel, kijk, als je van de onderbouw naar de middenbouw gaat, op een gegeven moment ga je een keuze maken, nou, uiteindelijk In het hedendaagse voetbal wordt dat atletisch vermogen, die body mass die jullie zo noemen, wordt steeds belangrijker eigenlijk, omdat je het spel wordt steeds sneller. Dus wij bij ons bijvoorbeeld, als we onder 12, 113 gaan, werken we met de norm die ze moeten lopen op de eerste 10 meter. Als je boven die norm zit, ja, dan wordt het al heel moeilijk om bij ons om. Is dat dan iets wat daarbij past? Je moet denk ik even je vraag opnieuw stellen, Martin, want je verbinding is even ietsje minder. Ja, je viel even eventjes uit, Martin. Nog steeds. Ik denk wel dat ik het ongeveer kan contextualiseren. Martin had het dus net over van de onderbouw. Je bent even weggevallen, Lucien. Ja, is het voor mij? Ja, nou, of jij valt weg, is maar net hoe we dat filosoferen. Maar volgens mij kom je langzaam weer terug. Ja. Maar als je de vraag hebt begrepen, Lucien, dan kan je hem wel doorpakken. En anders heb ik ook wel een vraag. Ja, nou ja, hij had het dus net over Martin had het net over van de onderbouw naar de middenbouw. En dat je dan bepaalde testen voert. En als je de norm niet haalt, dat het dan waarschijnlijk moeilijk is om verder te komen of door te komen. Sowieso als we het hebben over cognitie. Ja, het brein die is nog volop in ontwikkeling bij de leeftijd van 10, 11, 12. Dus je kan daar wel metingen doen, maar dat mag absoluut niet doorslaggevend zijn, want er kunnen heel veel veranderingen in plaatsvinden. Het is echt pas vanaf 15 dat je daar al iets meer op kan rekenen. Hoewel ook op 15 en sterker nog
tot de leeftijd van ik denk 26, 27. Ik weet niet, volgens mij zijn we daar allemaal voorbij. Of, ja. Jullie allemaal net, ik al ietsje langer. Oké, dan zijn we net voorbij. Maar het cognitieve, prefrontale cortex heet het dan, die ontwikkelt zich, die blijft doorontwikkelen tot die leeftijd. Dat is natuurlijk ook goed om mee te nemen. Dus dat je niet gaat baseren op de prestatie van dat moment. Maar het is anderzijds, als je weet dat cognitie maar gedeeltelijk te trainen is, kun je wel al in je keuzes ondersteunen daar. Ja, die je meenemen, denk ik. Wat jij wil zeggen, zoals jullie dat fysiek doen, zou je daarin ook een benchmark cognitief kunnen leggen? Ja, bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk een beetje de vraag die... Ja. Dat was eigenlijk drie woorden, zeg maar. Ja. Nee, heel helder. Het probleem is dat... kijk, bij een snelheidstest kan je dat makkelijker meten. Dus dan heb je inderdaad 10 meter en dan meet je dat. Bij cognitie is dat moeilijk. Je hebt die computerspelletjes. Maar dan is nog maar de vraag in hoeverre kan je dat vertalen naar het context van het voetbal. Ik vond dat... dus die discussies, wat ik net al zei, die hebben ook in Genk heel veel. En ik vond dat onze beloftetrainer, Hans Somers, die heeft het dan over de movendum. Namelijk de bal. Dus de bal is een movendum. En dat maakt dat elke spelsituatie uniek is. En het gevolg daarvan is dat het dan heel moeilijk wordt om te meten. Omdat je niet elke situatie op de exactzelfde manier kan gaan doen. Want de bal is, dat kan net op iets mindere snelheid worden ingespeeld. Of net een halve meter de andere richting in. En dat maakt al gigantisch verschil. Ja, duidelijk. Maar dat neemt niet weg dat natuurlijk... Brain first en die computerspelletjes wel heel veel inzicht kunnen geven. Dus dat als je bijvoorbeeld ziet van een speler die misschien cognitief op het veld minder goed keuzes maakt, maar wel cognitief heel hoog scoort op die spelletjes, dan zou je de vraag kunnen stellen, ja, hoe komt het dat hij nou op het veld daar zoveel moeite mee heeft? En misschien is dat dan, heeft dat met het mentale te maken, of misschien het feit dat hij in teamverband cognitief wat blokkeert. En stress is daar bijvoorbeeld ook een heel grote factor in. Als een speler heel veel stress heeft, dan gaat dat cognitief, gaat hij daar minder, heeft dat heel veel effect op de cognitieve prestatie. En bij de computerspeltjes, ja, dan zit je iets meer ontspannen te spelen, terwijl zeker in een wedstrijd is dat natuurlijk veel meer, veel stressvolle situatie. Ja. Maar kan het ook nog zo zijn dat het andersom is? Want we leggen ook, en zeker ook in de huidige trend en ook in de wetenschap, leggen we heel erg de nadruk op cognitief vermogen. Dat is echt een hele belangrijke factor. Ook omdat we daar heel veel nieuwe dingen over leren. Maar als je het omdraait, als jij nou een fysiek volledig dominante speler bent, dan heb je misschien niet zoveel cognitief vermogen nodig. Want dan kan je fysiek zoveel tijd en ruimte voor jezelf creëren. Omdat je zo explosief bent of omdat je zo snel bent. En die voorsprong, die kan je ook gewoon vasthouden, ook als je 2,23 bent, heb je nog steeds snelle spelers die altijd het snelste zijn. Ja. Moet je die ruimte wel kunnen vinden. Ja, of die kan je gewoon altijd creëren, waardoor je bij wijze van spreken een relatief lage cognitieve score hebt. Maar je bent toch nog steeds een topspeler, zeg maar. Ja, nou ja, ik denk inderdaad wat je zegt klopt in de zin van, je kan niet in alles top zijn. En als je bijvoorbeeld cognitief iets minder bent, maar je bent wel razendsnel, dat balanceert dat misschien. En dat vertaalt zich misschien ook naar posities. Dus op sommige posities ben je cognitief misschien ietsjes minder belangrijk. Of als je meer aan de zijkant speelt, heb je minder variabelen om je heen. Je hebt minder ruimte waarin je kan kiezen. Ik denk gewoon heel plat gezegd aan een snelle rechtsbuiten, zeg maar. Bijvoorbeeld, ja. Of een spits, in de zin dat een spits die moet maar één ding doen en dat is scoren. Terwijl bijvoorbeeld, dus soms juist beter dat hij dan... dat is misschien verkeerd om het zo te zeggen, dat hij cognitief beperkter is, maar het feit dat hij alleen moet scoren, maakt dat hij... Misschien zijn de beste spitsen wel... de beste spitsen zijn ook spitsen die cognitief maar met één ding bezig zijn. Die zich niet bemoeien met de rest van het spel. En alleen op het moment dat we in fase 3-4 komen, gaan zij kijken naar alleen hun specifieke momenten. Precies. En ik moet dan denken aan een cognitieve vaardigheid inhibitie.
Dus dat is waar we in Genk ook heel veel trainen. Inhibitie is het onderbreken van een beslissing. Omwille van wisselende omstandigheden. Dus zeg maar, je wil de bal breed spelen, maar plotseling wordt die paslijn afgesloten. Dus dan moet je uiteindelijk een andere beslissing. De trainer schreeuwt, je mag niet breed spelen. We mogen nooit meer breed spelen. Natuurlijk, alles moet. Maar het is eigenlijk het uitstellen van je paas, toch? Ja, het uitstellen van je paas. Ja, maar Frenkie ook de Jong bijvoorbeeld, die kan heel lang wachten totdat hij een beslissing neemt. Ja, dat klopt. Maar ook gewoon bijvoorbeeld dat je echt van plan bent die bal rechts te spelen. En plotseling, of die bal komt net verkeerd aan bij je voeten. Waardoor je meteen in je hoofd schakelt en een andere beslissing neemt. Dus dat is inhibitie. Dus, en daar hebben we ook heel veel, en daarom dat ik het ook had over die expertise. We hebben heel veel oefeningen op het trainen van inhibitie. Waar dat je de spelers aanleert om andere keuzes te gaan maken. Heb je daar een voorbeeld van? Een voorbeeld wat makkelijk te gebruiken is, hoe je inhibitie kunt trainen? Ja, zeker. Dus bijvoorbeeld een pasvorm gaat een bepaalde richting in. Dus een pas- en trapvorm gaat een bepaalde richting in. En dat op een gegeven moment de trainer een kleur in de lucht houdt. En zonder iets te zeggen. Dus dan moeten spelers al gaan kijken, screenen. Genk noemt dat screenen en Ajax noemt dat scannen. Maar goed, dat gaat gewoon over visueel waarnemingsvermogen. En dat ze op basis van die informatie dan een andere beslissing gaan moeten nemen. Dus bijvoorbeeld, de speler krijgt net de bal. En hij was net van plan om om de inspeelpas te geven die hij verwacht was om te geven. Maar op dat moment gooit de trainer een kleurpotje in de lucht of een kegeltje in de lucht. En daardoor moet hij dan een andere beslissing gaan nemen. Dat om een heel, heel simpel voorbeeld te geven van hoe je inhibitie kan trainen. En we zeiden het net al van oké, cognitie is moeilijk te trainen. Het is beperkt, dat klopt. Maar je kan het wel trainen, tot zekere mate. Al is het maar een paar procent. Maar het zijn wel net die paar procenten die ook wel het verschil kunnen betekenen. Dat is ook met snelheid zo. Ja, snelheid kan je moeilijk trainen, maar die paar procenten die je dan toch traint, kan ervoor zorgen dat die speler toch net aan de bal komt, toch net die doelpunt maakt, toch net wordt gescout door de trainer. Dus ja, die paar procent. Dat las ik inderdaad op je website. Ik heb daar even doorheen gekeken. Ik gooi me toch gewoon even in. Ja. Gelukkig dat ik dan mezelf niet tegenspreek. Hey, want ik zag daar ook staan dat je met het FitLight systeem traint bij Genk. Wat is dat precies? Want daarmee trainen jullie cognitie, stond er? Ja, klopt. Dat is onze physical coaches. Die leggen dan heel veel fysieke testen af. En nu zijn ze ook bezig met de FitLight testen, waar dat is met die lichten, zeg maar. En dat je dan volgens bepaalde lichten bepaalde richtingen moet heen lopen. Dus dan gaan ze volgens de kleuren. Dus eigenlijk, het komt er gewoon op neer dat je een handeling koppelt aan een cognitieve opdracht. Dus een fysieke handeling koppelen aan een cognitieve opdracht. Okay. En daarmee, dat is ook een vorm van cognitie te meten. Maar ook daar weer moet je gaan. Ja, moet je kritisch gaan bekijken van in hoeverre is dit vertaalbaar naar de context van. Geeft hij wat informatie over, volgens mij, over je inderdaad je visueel, het scannen. Maar het geeft ook iets over je reactietijd. Tenminste, ik ken de settings. Het wordt veel gebruikt in individuele trainingen. Personal trainers werken er ook veel mee, volgens mij. Ja, ik zie het nu inderdaad overal voorbij komen. Ja. En is dat dan, want als ik Genk zie, tenminste dat was voorgaande jaren zo, nu is dat na de coronaperiode heb ik al een jaar niet tegen ze gespeeld, maar ze hebben vaak de sensbal bij. Is dat nog steeds bij jullie een onderdeel ook van cognitief trainen? Ja, absoluut. Dus dat is zeker in de onderbouw zo. Het wordt ook in de binnenbouw met mindere mate, maar ook meegenomen. En dat is inderdaad een vorm van cognitief trainen. Dus dan heb je heel veel balcontacten en dan ga je dat koppelen aan cognitieve opdrachten. Dus dan bijvoorbeeld tellen van 1 tot 10 en van 10 tot 0 in 4 verschillende talen of alleen in oneven nummers. Dat soort dingen. Waardoor je eigenlijk het cognitieve gedeelte gaat trainen. Zonder het technische of andere aspect, het fysieke ook daar te ontnemen. Want uiteindelijk, het sensbal doe je ook, is ook goed voor bijvoorbeeld fysieke prestatie in de zin van dat je je enkel op een bepaalde manier moet openen en dat soort dingen. Maar ritmiek komt er ook volgens mij terug. Ritmiek, synchronisatie.
Ja, en hoe ver is dan de link naar de wedstrijd te maken in je, cognitieve vaardigheden? Ja, nou ja, misschien is het goed om ook te gaan definiëren wat bedoel je precies met cognitie. Want ja, we zijn er Genk al heel lang mee bezig. En nu stilaan zijn er ook andere clubs die zich daar meer in gaan verdiepen. Maar het begint bijna een soort van hype te worden. En het gevaar met hypes is dat je dan ja, dat essentie daarin ontgaat. Wat bedoelen we nu precies met cognitie? Waarom trainen we cognitie? Dus dat is wel belangrijk. En ik zelf probeer dat te begrijpen vanuit het onderscheid tussen de hoeveelheid informatie dat een speler kan opnemen en de snelheid waarin een speler die informatie kan opnemen. En samengenomen is die informatieopname, dat is wat we bedoelen met cognitief vermogen. Hoe meer informatie een speler kan opnemen op de lange termijn en hoe sneller een speler nieuwe informatie kan opnemen, hoe beter een speler uiteindelijk tot beslissingen kan komen, tot ook meer rust heeft als ze in moeilijke situaties terechtkomt. Jij neemt daar bewust niet de beslissing zelf ook nog in mee. Want met Hidde hebben we ook, Hidde van Boven, hebben we ook een keer dat hele cognitieve vaardigheden, chaos trainingen besproken. En vanuit PSV we zitten toch een beetje in die PSV-hoek. Dus, er werd ook gezegd, nou, je hebt inderdaad het opnemen. Maar ook de laatste stap, dus het verwerken van die informatie tot een bepaalde keuze, was ook nog onderdeel van het cognitief vermogen. Ja, precies. Ja. Of laat jij dat er bewust buiten? Of zie je dat wel als een onderdeel daarvan? Je bedoelt de keuze zelf maken? Of, Ja, dus de hoeveelheid informatie, het opnemen en dan ook de keuze maken. Dus wat doe je met die informatie en wat is dan de output aan de hand van die informatie? Dat stukje, ik hoor het jou niet specifiek benoemen. Hidde benoemde toen specifiek wel. Dat is wel een interessante onderscheid. Het is wel zo dat creativiteit of het nemen van keuzes, dat is ook een cognitieve vaardigheid. Dus okay. Dat... Duidelijk, oké. Okay. Dus vanuit de wetenschap zit dat redelijk op één lijn. Ja, maar ik vind dat wel een interessant onderscheid, omdat heel veel spelers of heel veel clubs die hebben het nu over bijvoorbeeld differentieel leren of autonoom leren, zelfregulatie, dat soort dingen. En hoe ik het begrijp is dat die zaken heel belangrijk zijn voor het trainen van het langetermijngeheugen. Namelijk het opnemen van informatie op de lange termijn. Dus als jij differentieel leert, dus dat betekent in verschillende omstandigheden een oefening gaat uitvoeren. Bijvoorbeeld AZ die zet daar heel veel op in. Dus dat je dan op straat of op de parking gaat trainen en dan weer op ander ondergrond gaat trainen. Dat zijn allemaal zaken die je doet om het langetermijngeheugen te trainen, om de hoeveelheid informatie dat de speler daardoor meer informatie gaat kunnen trainen. Maar waar we in Genk dus ook erg op inzetten, is dat enerzijds, maar anderzijds ook de snelheid van het opnemen van informatie. En daarmee trainen we echt executieve functies. Dus concentratie, visueel waarnemingsvermogen. Dat soort zaken. Duidelijk. Ja. Het is ook, ik vond dat ook een leuk weetje trouwens. Ik probeerde dan me te verdiepen in het werkgeheugen en wat dat precies betekent en hoe dat in elkaar zit. Het is zo dat het werkgeheugen alleen maar 7 stukjes informatie gemiddeld kan opnemen. En het leuk weetje dat ik daarin wel deel is dat het telefoonnummer is. Origineel was dat 7 nummers precies voor die reden. Omdat dat zogezegd de maximale nieuwe informatie is die je kan opnemen. Ja. Hey, even los van wat je nu allemaal deelt, is super waardevol. Hoe gaat dit proces bij jou zelf? Want je doet dit een gedeelte vanuit je studie, een gedeelte vanuit je van je feit dat je werkt bij een voetbalclub. Maar hoe komt dit tot jou? Is het iets waar je dagelijks mee bezig bent, ook buiten je werk om? Hoe gaat het in godsnaam in je hoofd om, denk ik bijna? Ja, ik laat het een beetje allemaal op me afkomen eigenlijk. Ik heb zelf, zeg maar, mijn persoonlijke passies liggen enerzijds in de filosofie en anderzijds in de voetbal.
Ja. En ik heb in zekere zin niet echt bij stilgestaan in hoe die zaken samenkomen. Maar uiteindelijk, vooral het laatste seizoen, is dat een beetje vanzelf daar naartoe gekomen. Ja, ja, maar je ziet wel, want ik vind het interessant dat je ook zeg maar die letterlijk die rol op het veld nog hebt, waardoor jij een enorme brug kan slaan tussen een ontzettend filosofisch concept als innovatie en dat ook kan koppelen aan zeg maar de creativiteit die Kevin De Bruyne op het veld legt. Zeg maar dat die hele route die kan je als het ware daarin benoemen. Dat is een heel mooi proces wat je kan doorgaan als het ware. Ik denk ook dat een beetje de of die dynamiek zeg maar dat daaruit ontstaat is juist de kracht dat hieraan gegeven wordt. Dus het feit dat ik op het veld sta, het feit dat ik dan 's nachts in mijn bed nog kan filosoferen. Ik zal liever andere dingen doen. Er zal vast een nadeel aan zitten. Ja, het nadeel is dat je waarschijnlijk niet zoveel slaapt. Tijdens je bicep curl zit je ook te denken van, hey, hoe zit het met het cognitief vermogen eigenlijk? Af en toe kan je ook helemaal gek worden natuurlijk. Ja, dat is het risico. Ik kan het niet tegenhouden. Dus, dat zijn de twee passies en die elkaar versterken wanneer ze samenkomen. Mooi. Hey, zijn we, want net zaten we bij het handelen in die piramide nog. Ja. En ik had het idee dat we met name op het stukje innovatie, zeg maar, dus de innovatie van de speler zelf, dat we daar nog niet helemaal doorheen waren. Dus, of hebben we dat inmiddels al wel gehad? Er is nog veel over te stellen, denk ik. Ja, natuurlijk. maar het komt dus inderdaad, waar we het net eens over hadden, is die piramide. We hebben het onderscheid tussen arbeid, werk en handelen. Ja. Met uiteindelijk het idee dat arbeid en werk geen doel op zich zijn, maar de voorwaarden om tot handelen te komen. Tot het nemen van een initiatief waarvan de gevolgen onvoorspelbaar zijn. Dus dat, als we het hebben over handelen, dan denk ik vooral daaraan. Maar dan denk ik dus ook vooral aan. Misschien moeten we het eigenlijk zo formuleren. Als we het hebben over handelen of creativiteit, wat bedoelen we precies met creativiteit? Waar denken jullie aan creativiteit? Een speler die oplossingen bedenkt die je niet verwacht. Dus die op zoek is naar nieuwe oplossingen. Ja, precies. Dus die onvoorspelbaar zijn zelfs misschien wel. Ja, precies. Dus het is interessant als je gaat kijken naar de term creativiteit. Dat komt dan uit het Latijns creare. En dat betekent het maken van iets. Maar het is wel anders dan gewoon maken. Want je maakt inderdaad, als we denken aan creativiteit, als de connotatie dat daar aankomt, het creëren van iets, is niet gewoon het maken van iets, maar het maken van iets nieuws of iets anders. Ja. Iets dat je inderdaad niet verwacht. En als we dat vertalen naar het veld, een speler die, waarvan je verwacht, nu moet hij hem altijd breed spelen, dat hij dan plotseling een steekpas tussendoor inspeelt. Ja, dat is creativiteit. Creativiteit kan ook, we denken vaak aan aanvallend, dus ze zeggen vaak van, Guardiola zegt bijvoorbeeld, in het laatste derde van het veld, daar is creativiteit en vrijheid. En het eerste derde en tweede derde is het iets meer georganiseerd. Dat weet ik niet of ik daar helemaal van overtuigd ben. Ik denk dat creativiteit ook cruciaal is, centraal achterin. Omdat je daar ook keuzes moet maken, waarvan je misschien denkt van, hij moet altijd zo spelen of hij moet altijd zo spelen. Maar dat de beste centrale verdedigers die toen juist dingen die je niet verwacht en die gewoon plotseling dat die twee lijnen met één steekpas. Ze koppelen het, veel trainers koppelen het aan risico. Want de creativiteit heeft natuurlijk ook een bepaalde vorm van, brengt een bepaalde vorm van risico met zich mee. Nou ja, zeker. Ik denk dat veel trainers in de eerste twee fases liefst een beperking van risico willen ten opzichte van een uiting van creativiteit. Nou weet ik niet of dat in jeugd altijd zo is, maar dat merk je natuurlijk wel. Dat kan ik natuurlijk wel inzien, omdat je, als je iets doet wat onvoorspelbaar is, of wat je niet verwacht hebt, dan is het gevolg daaraan dat het natuurlijk niet altijd per se goed uitkomt. Dus dat is het risico dat je neemt. En ik vind daar ook Hannah Arendt weer interessant, want zij heeft dat ook over, als ze zegt van oké, de hoogste activiteit, de hoogste menselijke activiteit is het nemen van initiatief. Dan is het gevaar natuurlijk dat er dingen gebeuren die misschien niet zo bedoeld waren. Of die anders uitkomen. Of minder goed uitkomen. En daar zegt zij, daar heeft zij het over vergevenis en beloftes. Dat twee dingen zijn die heel belangrijk zijn.
in de context van pluraliteit. Dus je zit met meerdere mensen, en zeker in het voetbalveld. Je hebt een elftal, die wil samen de wedstrijd gaan winnen. Of wil je doelstellingen bereiken. En die beloftes die maak je aan elkaar. En als je dan een initiatief neemt, waarvan de gevolgen misschien minder goed uitkomen, dan moet je elkaar ook daarin kunnen vergeven. Dus dat vind ik ook wel een interessante vertaling weer. Waar ik zelfs nog aan moet denken is, maar dan wijken we misschien een beetje te veel af, is dat je zelf de beloftes naar elkaar kan maken, dat je het kan oplossen. En dan heb je het eigenlijk simpelweg over restverdediging, waardoor spelers creatiever kunnen zijn dan anderen. En je dat eigenlijk als het weer met elkaar oplost. Maar dat is misschien een beetje los van creativiteit. Nou ja, ik denk eigenlijk niet. Ik denk dat, dat creativiteit is, we denken dat dat een individueel concept is, maar volgens mij is dat een collectief concept. Okay. Dus ook de creativiteit van een individu hangt samen met het collectieve aspect. Als ik het nou naar mijn eigen opmerking projecteer, het team creëert de voorwaarden dat andere spelers, of dat bepaalde spelers, eigenlijk iedereen creatief kan en mag zijn. Ja, precies. Want ik denk dat bijvoorbeeld, Kevin De Bruyne kan een schitterende steekpas geven, maar als Aguero daar niet loopt op dat moment, dan had hij dat nooit kunnen doen. Dus de creativiteit van De Bruyne op dat moment hangt ook af van de loopactie die Aguero doet. Als jij centraal achterin keuzes wil bieden aan spelers, of je wil hun vragen om, of je verwacht van hun dat ze tot creatieve oplossingen komen in de opbouw, moet je in eerste instantie wel voor zorgen dat er structuur is in die opbouw. Als ze allemaal op één lijn gaan staan, dan heb je automatisch minder mogelijkheden en minder kans op creativiteit. Dus daarin is het heel belangrijk dat die spelers op elkaar zijn afgestemd. Dus met andere woorden, pluraliteit is de voorwaarde voor creativiteit. Mooi, mooi. Vet. Jij hebt zo meteen een wedstrijd, hè, Martin? Dus, Mijn bespreking was al voorbereid, maar die gaat weer helemaal over. Leuk. Ja, ik moet ook, ik zeg, ik hang aan je lip. Maar het is mooi hoe het allemaal, zeg maar, in de termen weer in elkaar valt. En dat heel interessant, dat creativiteit. Want je denkt heel snel aan het individu. Ja, dus dit is een creatieve speler, maar een creatieve speler kan nooit creatief zijn. Precies zoals je het omschrijft. Als de rest daar geen voorwaarden voor. Ja, nee, precies. Zeker op topniveau. Dus zeg maar, als in jeugd kan je dat. En daar is de vergiffenis, zoals je dat eigenlijk zegt, bij de trainer. En misschien bij de teamgenoten iets minder. Maar bij de trainer is het natuurlijk vrij groot. Want het is allemaal deel van een ontwikkelproces. Het teamconcept, of teamcreativiteit, is minstens zo interessant. Ja, inderdaad. Een speler kan alleen maar in zijn of haar unieke kwaliteiten het verschil betekenen. Dankzij het team, dankzij het collectieve. Ja, mooi. Oké, zijn we dan nu al door handelen en innovatie heen of nog steeds niet? Volgens mij nog niet, hè? Ik denk dat er nog veel over te vertellen is, dat sowieso. Misschien ook wel leuk om te vertellen. Er is een blauwe schilderij van Newell's. In New York volgens mij is verkocht voor 40 miljoen dollar. En dat, ik pleit er al voor aan de club dat ze dat als volgende aankoop moeten maken. Ah, mooi. het is gewoon een heel, heel simpele schilderij, zou je denken. Het is gewoon een blauwe schilderij. Maar als je goed kijkt, is het niet zomaar blauw. Als je goed kijkt, dan zijn er eigenlijk allemaal verschillende tinten blauw. En ik vind dat eigenlijk een ontzettend mooie metafoor. Omdat, dat is precies het blauw van Genk. Namelijk, we hebben allemaal unieke tinten blauw. En samen vormen zij het schilderij KRC Genk. Mooi. Mooi. En dat sluit ook aan bij wat we net allemaal vertellen over die creativiteit. De creativiteit ligt inderdaad ergens in de het unieke van de speler. In het handelen van de speler. Waar hij in zijn unieke kwaliteiten het verschil betekent. En ook vrijheid vertoont. Maar dat is dus gekoppeld aan de andere blauwe tinten. Waarmee ze samen het schilderij vormen. Wat bijzonder. Als jij hier naar luistert, Martin. Hoe keek misschien wel naar die concepten? Wat wel super vet is, ik zit nu bij onder 14, zeg maar, mijn eerste weken daar. Wat ik merk is dat zeg maar de puberteit, ze zijn heel erg bezig met nonchalant zijn, het noncha zijn is heel erg in. Ja, had het al gehad, inderdaad. Soms krijg je daar een beetje
ja, negativiteit van richting elkaar. Ik heb best wel een team met heel veel verschillende types. Ja, als je het dan hebt bijvoorbeeld over, als er dan een keer iemand initiatief neemt om, ja, om iets creatiefs te doen, en dat pakt niet goed uit. En die vergiffenis is natuurlijk wel een hele mooie. Ik heb dat betrouwbaar genoemd vanuit onze kernwaarden. Dus op het moment dat iemand creatief is, of initiatief neemt om creatief te zijn en gaat mis, moet de rest wel betrouwbaar zijn om het hem één te vergeven, maar twee ook voor elkaar op te lossen. Ja. Dus die is wel mooi, maar zeg maar, ja, dat dat dan weer gekoppeld is aan de theorie, ja, die koppeling maak ik nu. Hetzelfde met dat creativiteit. Je gaat vaak uit van het individu. Ja, maar dit is voor mij zeg maar wel nieuw. Ja, helemaal gelijk. Tuurlijk, De Bruyne kan alleen maar creatief zijn als Aguero daar ook loopt. Dus dat is voor mij praktisch wel heel vet om mee te krijgen nu. Ja, dus daarom ben ik ook druk aan het meeschrijven. Ja, mooi. Mooi. Ja, ik kan me ook nog eens voorstellen dat dat is de link zeg maar, met jouw context nu. Dat zeg maar, tot een bepaalde leeftijd is iedereen altijd. Die belofte en die vergiffenis is altijd daar. Maar zeker in de fase waar jij nu werkt. Zeg maar, en daar heb jij natuurlijk ook heel veel ervaring mee. Met die 13, 14-jarige leeftijd. Waar het sowieso al not done is voor spelers. Om anders te zijn dan de rest. Dat mag al niet. Want je bent in de puberteit en iedereen is hetzelfde. En we zijn allemaal haantjes. En als je iets geks doet, dan word je daar gelijk op aangepakt. En toch moet je dan in die leeftijdsfase, nou, misschien, dan je moet niks, maar wil je misschien creatief zijn, lukt het niet, dan gaat je kop eraf als speler, bij wijze van spreken. Dus dat is een hele belangrijke rol voor ons als trainers, zeg maar, om daar constant die veilige situatie voor dit soort concepten te behouden. Nou ja, in dat proces zit ik bijvoorbeeld nu, probeer ik nu te zitten met onder 14, dus daar een bepaald klimaat eigenlijk neer te zetten, een bepaalde norm neer te zetten, dat het normaal is dat je dat probeert. Ja. En dat je normaal is dat je nieuwe dingen probeert. Want eigenlijk vanuit het puberbrein gedacht, als je dan Jelle Jolles hoort, ze moeten eigenlijk constant op zoek zijn naar nieuwe dingen ook. Ja. Maar van de andere kant is het ook weer heel gevaarlijk, omdat dan, dat jij dan degene bent die dan daar op zoek gaat en dat gaat fout. En dan ben je weer anders dan de rest. Ja, nee, ik denk dat is inderdaad goed. En het valkuil is inderdaad, of het gevaar daarin is, ja, dat het dan ook soms naar pure chaos leidt. En daarom ook heel belangrijk om creativiteit niet te beschouwen als iets chaotisch, maar juist als iets structureel. Dus, of tenminste dat de structuur de voorwaarde is voor die creativiteit. Dus enerzijds het collectieve, maar anderzijds ook gewoon, of ja, dat is dan weer gekoppeld aan het collectief, maar de organisatie. Als jij bijvoorbeeld een positiespel speelt en... Ja, soms heb je trainers die zeggen van, nou ja, we mogen niks opleggen, ze moeten maar doen en creatief, creatief, creatief. Maar daarmee bereik je helemaal geen creativiteit. Je moet wel ergens voor zorgen of oplossingen aanreiken. Vooral die organisatie aanreiken, het structuur aanreiken. Als ze allemaal met 10 man op de bal zitten, ja, dan kom je moeilijk tot creatief. Structuur geeft vrijheid, dat is iets wat je heel veel, tenminste... Ik zie natuurlijk ook met het hele verhaal waar ik mee bezig ben, ook een beetje in de ondernemerskant. En dat wordt ook heel veel gezegd. Als je heel veel structuur hebt, creëer je tegelijkertijd superveel vrijheid binnen je structuren. Ja, nee, precies. Dat is, maar structuur is de voorwaarde voor de vrijheid, ja. Ja. Daar zijn je principes dan uiteindelijk voor, toch? Dat is toch je structuur, via handvaten voor spelers om creatief te kunnen zijn? Ja, nee, inderdaad. En dat is dus ook... het belangrijke, dus tenminste als ik kijk naar onze opleiding, we hebben heel veel principes, heel veel expertise. En we moeten dat gewoon inzien als voorwaardes voor uiteindelijk dat handelen. En niet als een doel op zich. Oké, dus je principes liggen in de methodologielaag, waar die zeg maar voortkomt uit je identiteit. En die identiteit zit denk ik iets meer nog in je readiness fase, denk ik. Of zeg ik het niet goed? Of wat bedoel je met identiteit? Nou, dus zeg maar, in mijn beeldvorming, zeg maar, hoe die in de afgelopen tijd is ontstaan, heb je. Je hebt een bepaalde identiteit. En dat is wat jullie bijvoorbeeld noemen blauw bloed of de tint blauw. De cultuur, denk ik, van de club, of niet? Ja, dus wat zie je als je Genk ziet spelen? Of wat zie je als je PSV ziet spelen? En daar, of wat zie je als je de materiaalman van Genk ziet lopen, dan zie je een bepaalde identiteit. Op basis daarvan stel je een aantal spelprincipes. Nou, we hebben het nu over het veld. Daar, en die kan je relatief simpel opstellen. Dus we verdedigen altijd het midden of we verdedigen altijd het centrum. Of, dus
Of het centrum is belangrijk, nog algemener. Ja. Zowel aanvallen als verdedigen. Centrum is blauw. Het centrum is blauw, bijvoorbeeld. Ja, maar dat is nog mooier. Dus het centrum is altijd blauw. Dus het midden van het veld, misschien is het wel eentje van jullie. Ja, klopt. Een van de collega-trainers die is daarop gekomen. Ja. Dus als het centrum blauw is, dat is super mooi. Dus dat is het principe wat voortkomt uit de identiteit. En vanuit de identiteit. Komen voort uit de identiteit. En vanuit de principes komt dan weer de creativiteit. Ja, nee, precies. De reden dat ik even vroeg van waarom. Of wat bedoel je met identiteit? Is omdat je ook zou kunnen zeggen dat identiteit juist is. In dat creativiteit, in het handelen. Dus wanneer je initiatief neemt, dan laat je ook zien wie dat je bent. Dus een speler heeft bepaalde unieke kwaliteiten. En door het initiatief te nemen vanuit die unieke kwaliteiten, laat die speler ook zien, kijk, dit ben ik. Ik zat meer op de clubidentiteit inderdaad. Dus dat zit misschien in de basis. En je persoonlijke identiteit komt in de top van de piramide, als je hem zo zou uitleggen. Precies. En als je dat zou vergelijken met daarom zijn metaforen vaak mooi, want die zeggen vaak meer dan anderen. Of dan veel woorden zouden kunnen zeggen, namelijk dat schilderij is, dus je hebt het blauw, dat is misschien het collectieve identiteit. Ja, als je van afstandje bekijkt, is alles gewoon blauw. Ja. Ja, precies. En als je dan kijkt naar de individuele tinten, die zijn dan allemaal een eigen soort blauw. Mooi. Je hoort geen speler kopen deze zomer, maar dat schilderij kopen. Ja, dat vind ik wel, ja. Maar ik heb ze nog niet kunnen overtuigen. 40 miljoen. Ja, dat is interessant. Oké, en maar is dit iets, want je bent met zoveel facetten bezig, misschien een beetje een moeilijkere brug, maar is dit ook weer iets wat je die creativiteit, wat jij terugbrengt zeg maar in jouw lesgeven, maar dan zit je volgens mij iets meer op de businesskant en dan komt dat ook nog weer terug? Is dat iets wat terugkomt in die dagelijkse taak? In het lesgeven is dat ook zo, je benoemde net business, het klopt dat ik nu net begonnen ben aan een business school als lesgever. Maar ik ben van achtergrond meer in filosofie. In filosofie. Ja, ja. Maar ik denk, als je het hebt over lesgeven, of misschien nog breder genomen, het dagelijks leven. Ja. Dan vind ik wel dat het nemen van initiatief en het handelen eigenlijk, dat overal ergens moet in terugkomen. Want dat is uiteindelijk wat maakt wie dat jij bent. En als ik dan kijk naar trainers bijvoorbeeld, volgens mij is dat ook wat het verschil maakt bij een trainer. Wat is de persoonlijkheid van die trainer? Hoe handelt die trainer? De initiatieven die die trainer neemt. Zijn of haar unieke kwaliteiten, wat zijn die? Hoe vertoont hij of zij die? En de reden dat ik dit zeg is omdat als speler had ik daar persoonlijk heel veel gebrek aan. Dus ik had technisch was ik goed onderlegd. Ik had atletisch was ik misschien niet de snelste, maar ik had wel een loopvermogen. Ik had op zich redelijk veel basis, of een goede basis om goed te kunnen voetballen. Maar ik had een gebrek aan, als ik terugkijk, aan persoonlijkheid. Aan het nemen van initiatief. Ik liet een beetje over me heen wandelen, om het zo te zeggen. Dus ik merkte dat op hoog niveau. Maar ik merkte het vooral op laag niveau. Want dan kom ik op een gegeven moment zit ik op het laagste niveau van België te voetballen. Degradatiewedstrijd. En ik word niet opgesteld door de trainer. En dan denk ik, dit kan toch niet? Want ik heb tenminste genoeg kwaliteit om hier aan mee te kunnen doen. En dan ben ik tot besef gekomen dat gewoon te maken heeft met persoonlijkheid. Dat ik niet niet durfde te laten zien wie dat ik ben op het veld. En misschien ook niet naast het veld. En vanuit die ervaring probeer ik dat als trainer en in mijn dagelijks leven sowieso ook in de academische wereld, probeer ik dat mee te nemen. Ja, je hebt een bepaalde persoonlijkheid, die moet je durven laten zien. Je moet durven vertellen waar dat je voor staat. Je moet, bij wijze van spreken op de deur kloppen van de directie als je iets te vertellen hebt. Ja. Of eigenlijk niet bij wijze van spreken, gewoon letterlijk gewoon doen. Ja. Ja, dus daarin zeg maar ook, je hebt ook weer in de, als ik dat nu weer probeer te vertalen naar die piramide, je hebt gewoon je basisvoorwaarden voor je leven. Daarna heb je dingen waar je voor staat, dat is misschien je methode, maar als je het niet laat zien of als je er niet proactief iets mee doet, ja, dan gaat het nooit opvallen. Dan blijf je altijd in je basislagen zitten. Ja, en dan heb je een risico nemen eigenlijk. Ja, of dan ben je, om de woorden van Arendt weer te gebruiken, dan ben je nobody. Als jij, het is in dit handelen waar je laat zien wie dat je bent. En
dan kan je zo goed onderlegd zijn als je wil. Maar als je niet handelt, dan word je gewoon gereduceerd tot niemand. Ja, of tot iemand van de massa, om het zo maar te zeggen. Ja, iemand van de massa. En ik noem ze dat dasman. Ja, duidelijk. Is een beetje wat in de media natuurlijk nu rondom het Nederlands elftal ook wel speelde. Hè? Met Timber die qua persoonlijkheid in één keer aanwezig was op de trainingen. En Gakpo die dat misschien wat minder had. Tenminste, dat wordt dan gesuggereerd en dat lees je dan overal in de media. Ja net hetzelfde. Ja. Weghorst is misschien nog een mooi voorbeeld. Die komt daar en die kan zeggen, ik ben blij ik erbij zit. Die zit gelijk in alles in de top van die piramide. Want ik ga net zo lang en net zo hard handelen. Totdat ik mezelf onderscheid. Het is hem vrij snel gelukt. Mogen we allemaal wat van vinden. Maar... Ja. Hopen dat dinsdag gelukt is na zondag. Ja, natuurlijk. Waarschijnlijk heeft hij de zon op 3 ingelegd. En zitten we nu dit gesprek te voeren. Dat weten we niet. Dat hebben we geen idee. Ja. En merk je daarin ook nog. Omdat je. We hadden het net over je verschillende achtergronden. Merk je daarin in dit verhaal. In die voetbalpyramide sowieso, maar sowieso in het algemeen, daarin een verschil tussen het Nederlandse voetbal en het Belgische voetbal? Dat vind ik ook altijd een leuke discussie. De verschillen tussen verschillende culturen en landen op de manier van voetballen, maar vooral ook van opleiding. En dat is een verschil die ik ook erg merkte toen ik met Ajax een paar weken naar Amerika ging. Dat was toen met Sonny Siloy. En ik stond er eigenlijk van versteld hoe, in zekere zin, hoe alles heel, heel tot de essentie werd gebracht. Heel simpel. Je hebt gewoon een aantal oefeningen die heel duidelijk zijn, die niet moeilijk zijn om voor spelers uit te voeren. Een soort van context creëren van foutloos leren. Waarvan ik dacht vanuit mijn achtergrond in België, in de voetbalwereld alleszins, is het zo dat er heel veel verdiept wordt, inhoudelijk ook, van hoe maak je spelers beter en dat je echt naar oefenstof gaat kijken. Ik bedoel, soms zijn we een jaar bezig met één oefening, of langer zelfs, om die continu toch weer te veranderen. En dat merk je ook gewoon aan de manier van didactiek. Dus bijvoorbeeld, wij gebruiken een aantal benamingen die ik in Amerika toen met Ajax ik zal het zo zeggen, dat is bijvoorbeeld één concept, het nulpunt. Ik weet niet of jullie daarvan gehoord hebben. Nee, het nulpunt. Nee. In België, bij Genk? Ja. Die gebruiken jullie ook constant in je vormen, toch? Die komt terug, hè? Ja, precies. Dus dat vind ik dus wel. Daarmee kan je eigenlijk al het verschil een beetje aantonen. Dus we hebben. Wat is het nulpunt? Dus het nulpunt is eigenlijk de ideale positie om de bal te kunnen ontvangen. Dus als je bijvoorbeeld een vierkant hebt van spelers, dus in elke hoek één speler, dan is de ideale positie precies in het midden van het vierkant. Niet te dicht bij de ene linie, maar ook niet te dicht bij de andere linie. Als die linies dan heel kort op elkaar zitten, dan verandert het nulpunt. Dan is het nulpunt ietsjes verder. Dus dat is een benaming die we daarvoor gebruiken. En dus. Ja, in Nederland zeg je, speel die bal gewoon tussen de lijnen, man. Maar is me sowieso wel ook opgevallen. We hebben een aantal Belgische coaches ook gehad op ons platform. En het zijn hele uitgebreide, hele gedetailleerde uitwerkingen van een voetbalvisie. Dat is een game model van Cedric is voorbijgekomen. En dan dat hij doet dat voor een bond. Dus daar zit ook een hele visie en werkwijze achter, maar dat bestaat uit bij wijze van spreken 150 verschillende handelingen. En in Nederland slaan we het veel meer plat. Oké, we hebben gewoon 8 principes. Het veld gaan we misschien ontdekken. Nee, dat is overdreven, maar op het veld komen we er meer achter. Oké, waar binnen het principe gaan we nu de details aanleggen, in plaats van dat we, voor mijn gevoel, dan met een lijstje het veld oplopen van 150 handelingen. Ja, nee, precies. Want dat is natuurlijk het gevaar met het overgaan. Dat je niet in overkill komt door heel veel benamingen en heel veel gekke dingen. Maar ik vind wel, op didactisch vlak, bijvoorbeeld het idee van nulpunt. Daar had ik al een heel lange discussie over met Sonny Siloy. Trouwens, ook een geweldige band om mee discussies te voeren. Dus die sprak ik graag tegen. Maar ik had ooit eens was een voetbalkamp dan in Amerika. En dan had ik het over de gravity point.
Dat is dan, dat vertaald, het nulpunt had ik dan op die manier vertaald. Ik weet niet, dat kwam zo met de boven. Dat is helemaal niet een goede vertaling. Een gravity point. Ja, mooi. Ja, mooi. Yeah. Dus dan had ik die spelers, had ik het over van, ja, find the gravity point. En op het einde van de dag van dat kamp, dan vroeg Sonny aan de spelers, ja, wat hebben jullie vandaag geleerd? En een van die spelers die zegt van, ja, gravity point. Is that that Belgian bullshit again? Dus dat, daarna natuurlijk ook een heel leuke discussie met hem erover. En ik snap natuurlijk ook dat ja, waarom zeg je niet gewoon tussen de lijnen voetballen, waarom hou je het niet simpel? Maar ik vind, didactisch vind ik het ergens wel handig. Ik moet denken aan een interview van Basten, waar Van Basten zei, ja, ik werd helemaal gek van Johan Cruijff, toen trainer was van Basten, van, ja, eerst moet ik een half meter naar rechts, dan weer een half meter naar links. Ik stond nooit goed, ik werd helemaal gek. Dus die uitte daar frustratie in. En volgens mij wat Cruijff eigenlijk bedoelde was, ja, ga naar het nulpunt. Van, ga op het precies juiste positie staan om die bal te ontvangen. En in plaats van te zeggen half meter naar rechts, half meter naar links, ja, daar maak je de speler gek mee. Maar als je zegt zoek het nulpunt, dan is dat ook herkenbaar voor de speler van, oh ja, ik moet op de juiste positie gaan staan. Dus op die manier. Het geeft eigenlijk weer structuur. Ja, precies. Maar dan is het, en dat is natuurlijk wel het gevaar, dat je dat ook niet te veel mag gaan doen of te veel, te gedetailleerd of voor elke kleine principe helemaal gaan uitwerken in tientallen zaken. Want dan overval je de speler en dan weet hij zelfs ook niet meer wat een nulpunt is. Dus in die zin begrijp ik de reactie van Sonny ook van. Maar misschien is het niet eens zozeer richting de spelers, maar misschien wel richting jezelf als trainer kan het je ook veel meer structuur geven in waar je naartoe wilt uiteindelijk. Je hoeft dat niet zozeer de spelers te benoemen. Absoluut, ja. Dat is inderdaad ook zo. Dus dat is inderdaad goed dat je dat zegt, want we hebben ook wij zijn dus nu heel. We hebben een heel zwaar document, om het zo te zeggen, van allemaal principes en uitwerkingen. Maar dat is dan vooral bedoeld voor de trainer. Ja, duidelijk. Ja, en dan is het natuurlijk ook kwestie van hoe ga je dat vertalen naar de spelers en hoe hou je het zo simpel mogelijk. En dat is dan wel de kracht van Ajax, vond ik dan. Dat was gewoon ontzettend overtuigend. Je hebt die 6 waarden, kernwaardes en dit is waar wij voor staan en dit zijn de oefeningen. Het was gewoon allemaal heel, heel, heel simpel. Have fun, work hard, dat was een beetje de slogan. En je zag spelers daar ook echt wel beter mee worden. Dus, volgens mij is het is niet dat de een beter is dan het ander, maar volgens mij ligt het ergens in het midden en een synthese, een goed balans, zoals een beetje met alles, dat maakt het verschil. Ja. Het is ook een beetje de cultuur waarin je leeft, toch? En de cultuur waarin je bent opgegroeid. En... Ja, de hybride, ja. Ja. Hey, ik wil eigenlijk... Ik durf het bijna niet te vragen, want ik ben bang dat we een wetenschappelijk boek krijgen van 500 pagina's. Maar ik kan me voorstellen dat jij ook wel wat interessants hebt, een interessante tippen voor de luisteraars. Als boekentip? Ja. Onmisbaar is het boek van Hanne Arendt, The Human Condition. Dus dat we het daar net toch uitgebreid over hadden. Ja, heel is waardig, dat sowieso leuk om te lezen. Ik moet wel zeggen, het is... geen avondliteratuur, dus je moet dat echt... Het is een wetenschappelijk geschreven boek, of een wetenschappelijk insteek? Het boek is gepubliceerd, of is geschreven in 1958, volgens mij. Okay, ja. Het is een filosofisch boek. Dus het gaat in op dat onderscheid tussen werk, of arbeid, werk, handelen. Maar ze maakt ook onderscheid tussen de publieke sfeer, private sfeer. Heeft verder ook niks met voetbal te maken, trouwens. Ook niet met innovatie. Maar... Het is volgens mij relevanter vandaag dat boek dan dat het ooit is geweest. Ja. Maar het merkt sowieso, zeg maar de boeken, zeg maar die, nou ik denk rond de, nou laat het zo zeggen, ik heb ook net een boek uit 1957 gelezen. Oké. En het ging over mindset en dat kan je gewoon heel goed weer over op de context van nu plaatsen, omdat die. Maar die waardes die blijven wel hetzelfde. En zijn misschien juist nu nog wel belangrijker, omdat alles veel sneller gaat. Is het juist goed om terug te gaan naar die basis, laten we zo maar zeggen. Ja, nee, precies. Daarom vond ik ook wel interessant, dus nu met Hanne Arendt, dus dat onderscheid en dat handelen. Is dat super relevant vandaag, omdat je zou kunnen zeggen dat met de opkomst van technologie en social media en zo, duidelijk, dat we allemaal gereduceerd worden tot werk en arbeid. Ja. En daar wijst zij eigenlijk al op. Dus zij had het eigenlijk in zekere zin al voorspeld. En dan is het
geeft dat natuurlijk heel veel inzichten. Zowel binnen technologie of binnen het domein van technologie als daarbuiten. Want zoals het leven eigenlijk. Hopelijk heb kunnen overtuigen, ook in het voetbal. Ja, mooi. Ja, mooi. Oké. Had je er nog eentje bij of was dit de belangrijkste? Nou ja, dat is sowieso de belangrijkste. Dan schrijf ik deze op. Ja, maar ik heb op zich misschien ook wel leuk. Boek dat ik nu lees is eentje van Per Mertesacker. Dat is een Duitse centrale verdediger. Ik weet ook waarom je het aan het lezen bent, maar dat houden we nog wel even voor. Dat, nou ja, dat is vind ik leuk, omdat dat is wel avondliteratuur, dus dat leest makkelijker. Ja. Maar ook omdat het niet echt de grootste ster was, zeg maar, het is geen Messi of Ronaldo. En iedereen wil vooral die boeken lezen. Maar het mooie aan Per Mertesacker is dat het gewoon een speler was die ook op zijn 15e al werd gezegd van waarschijnlijk wordt het toch niks. En dat hij het zelf ook al tot die conclusie was gekomen dat hij nooit echt heel hoge verwachtingen had. En ik vind het ook wel interessant om zijn verhaal te belichten. Niet altijd de star power verhalen, maar ook de verhalen van met de laag daaronder. Ja, precies. En, ja, omdat was hij nog steeds wel, volgens mij is hij wereldkampioen geworden. Ja. En, heeft de wereldtitel van Messi opgenomen. Dus, volledig wereldtop, maar oké. Okay. Ja, precies. Dus dat vond ik juist interessant. En hij had ook heel veel moeite met zijn lengte. En hij heeft heel veel geïnvesteerd in zijn lichaam. Blijkbaar 10% van zijn salaris had hij geïnvesteerd in. Een beetje LeBron James benaderen. Ja, precies. Dus dat vind ik sowieso wel een enigszins inspirerend verhaal. Oké, mooi. Hey, en als laatste, en dan gaan we het daar ook mee afsluiten, want ik weet dat Martin zijn wedstrijd moet gaan. Die moet zijn hele wedstrijdbespreking omgooien. Ik moet eigenlijk alles aanpassen. Maar, ik heb zeker iets van hem teruggekomen van het hele verhaal. Ja. Dat is wel mooi. Dat is ook mooi dat je even los van dat je daarin geïnspireerd elkaar kan inspireren en dat je daar wellicht misschien gelijk wel wat mee kan. Misschien wel iets juist super relevant. Ik moet daar gelijk aan denken, relevant voor je. Vergiffenis en beloftes naar elkaar is iets thema super relevant voor je. Super mooi. Maar daar ga ik hem op insteken. Dus leuk, daar man. Gaat hij ook in terugkomen. Ja, bijzonder, bijzonder. Ja. Okay, en wie wil je nomineren, Lucien? Had je daarover nagedacht? Ja, want je had het gisteren verteld. Dus, een beetje last minute, dus oké. Okay. Duidelijk signaal, dankjewel. Het was. Dus dan moest ik weer een nachtje erover wakker liggen. Nee. Nee, ik denk, ik heb ze allebei benoemd. Ik denk dat het wel leuk is om Hans Somers hiervoor te noemen. Ik weet niet of hij het zo we gaan het doen. Ja. Maar hij is dus de belofte trainer van Genk. En ik denk dat dat dus iemand van eigen huis. En, ja, leuk. Ja, ontzettend veel expertise ook naar bijvoorbeeld ruimteherkenning en hoe je dat kan trainbaar maken. En sowieso een heel open geest die graag de discussie aangaat. Dus mooi. Ik denk dat het wel een leuke kandidaat is. En een andere is Sonny Siloy. Ik vind dat op zich ook lijkt me geweldig om hem hier te horen. Omdat, sowieso. Ik heb veel met Sonny gewerkt, ik ken hem goed. Dus ik heb ook veel met hem gesproken. Kijk, het enige is dat vanuit de Ajax-hoek dat moeilijker is om mensen in een podcast te krijgen. Maar we gaan het gewoon proberen. En als ze dit horen, voelen ze een klein beetje druk. Dus dat is wel lekker. Ik zal de druk op hem leggen, ja. Nee, want dat sowieso is wel leuk. Ik heb. Zoals ik net al zei, ik sprak hem graag tegen, dus ik hoop dat jullie dat in de podcast ik vind het ook doen. Heerlijk om het te discussiëren. Zo ken ik hem ook echt. Dus een bijzondere, bijzondere vent. Ja. En anders haal je wel de penalty weer naar boven. Hey, oké, dit zou jou worden. Dus, persoonlijkheid. mooi. Mooi, jongens. Oké, jongens, hey, de tijd is echt voorbij gevlogen. Ik wil eigenlijk wel je uitnodigen, Lucien, om dit nog een keer te doen. Ik vond het een heel waardevol gesprek. Ja, nee, absoluut. Ik vond het ook superleuk ook om met jullie erover te hebben. Ja, leuk. En ik weet zeker dat we nog een andere insteek kunnen gaan vinden waar jij weer in de gym eerst wakker van kan gaan liggen en dan met ons over in gesprek kan. Dat is de bedoeling, ja. En super bedankt, Lucien. En heel veel succes met je vervolgstappen. Daar gaan we zeker binnenkort meer over horen. Sowieso met je nieuwe rol aan de Universiteit van Greenwich, waar je al begonnen bent. En zo was het. Martin, succes tegen AZ. Ja, thanks. Dankjewel. Lucien, bedankt. Was echt heel vet. En je gaat eigenlijk terugkomen in wedstrijdbespreking. Dus, mooi. mooi om te horen. Nee, ik vond het ook, ook superleuk om met jullie erover te hebben. Dus ik kijk uit naar de volgende aflevering. Gaan we doen. Dankjewel, jongens. En tot snel.
top. Bedankt. Doei, doei jongens. Doei. Doei. Doei.